Van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de Vrije Gedachte. Samen met Floris van den Berg ga ik in gesprek met bekende vrijdenker en historicus Bert Gazenbeek. Deze podcast zal gaan over de vrije gedachte, over de ontstaansgeschiedenis en wat, uh, hoe de vrije gedachte is gekomen tot waar zij nu staat. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft, klik op like en abonneer. Bert, welkom. Jullie Fijn ook. dat je er bent. Ja, ik had me er zeer op verheugd. Wij zeggen. ook. Wij hebben denk ik heel erg naar deze uitgekeken al een teken, tijdje. Teken. Bert, hoe is de vrije gedachte ontstaan? Nou, ik liep daar uh, vanochtend langs Warmoestraat 139 in Amsterdam. In Amsterdam. In Amsterdam uh, was een, het is nu een culturele instelling. Het is gevestigd naast de Condomerie. Hmm. Uh, over vrijdenken vrij en seksualiteit gezien, zou je daar nog een boom over kunnen opzetten. Maar goed, uh, in de Warmoestraat. En daar kwamen in uh, 1856 een aantal uh, mensen bij elkaar. Die, uh, ze hadden ook uh, zeg maar een, een, een klobe, ze hadden van alles op de tafel staan. die iets met de reden te maken hadden. Maar de reden wilden ze gebruiken om vooral de godsdienst en de Bijbel. Goed te kunnen begrijpen. He, want ze mm -hmm. waren voortgekomen uit belangstellende die rot het boek van Jonghoen. Uh, de man die in 1855 of al wel eerder dat boek schreef, waar Welk ik, boek? waarvan ik altijd de titel kwijt ben. Eh, ja. Iets met donkere kanten van. Nou in ieder geval, het was een geoloog uh, die daar in, in uh, vooral Indonesië verhalen had op, opgetekend en in Nederland tijdschrift had uh, op, opgezet, maar dat was nogal uh, kritisch op de grond niet, uiteraard. Mm -hmm. Hoewel niet uh, atheïstisch. Dat moeten we wel goed onthouden. Mm -hmm. Dat de vrijdenkers zijn niet vanuit een uh, atheïstisch milieu ontstaan. Het waren deïsten, kan je zeggen. Het mm -hmm. waren vrijmetselaars. Hè? Mm -hmm. Post mm -hmm. Nubela Lux, dat was het, uh, de vrijmetseltologe waar nogal wat van die... Vrijdenkers uit voortkwamen. En die hebben dus in 1856, het tijdschrift bestond al hè, in 1855. Okay. De Vrijdenker. Ja. De Vrijdenker. Uh, of de Vrijgedachte. Nou, dan heb je een historicus die dan die titels door elkaar haalt. Nee. Maar oké, okay, de, degene die dat beluistert kan het allemaal weer terugzoeken in dat mooie boek natuurlijk. Boek? Um, ja, daar staat wel een heel goed uh, verhaal in over de ontstaangeschiedenis van de Vrijgedachte. Plus uh, alle actuele thema's. Het is nog steeds een uh, zeer goed boek om uh, te gebruiken. Voor de, voor de luisteraar op Spotify, die kan het natuurlijk niet zien. God nog Autoriteit: Geschiedenis van de Vrijdenkersbeweging in Nederland. Uh, met een redactie, geloof ik, van Gazenbeek, Blom en Nabuurs. Ja, ik ben nog steeds trots op. Dat was het uh, 150 jaar bestaan. In en, en, uh, 2006, ja. Ja, je was erbij, denk je ik zeker, ook. Je je was er er bij. Bij. Ja. Dus dat is een uh, mooi verhaal. Maar goed. Uh, terugkomend op uh, het ontstaan. Ze hebben de eerste 10, 20 jaar vooral zich bezig gehouden... om uh, zeg maar de, de godsdienst, de, de Bijbel, kritisch tegen het licht te houden. Mm -hmm. En dat verscheen ook in een tijdschrift. Pas in de jaren 70, 80. Mede onder invloed van Milton Tully. Een mm -hmm. heel belangrijke figuur in die tijd geweest. En op, op zich ook door het materialisme wat in die tijd naar voren mm -hmm. kwam. Buchner, dat is ook zo'n uh, uh, evoluïst die, die van belang was... Ontwikkelde dat ze naar een uh, atheïsme. Mm -hmm. Tegelijkertijd waren ze actief actief op het gebied van uh, um, vrijheid van meningsuiting. Ja. Ze waren toen ook al actief op het gebied van uh, vrouwenemancipatie. Eh, want er waren toen ook al uh, dames, lid van het bestuur in de 1870. 18, er wordt ook overgeschreven in het boek. Mm -hmm. Dus rond 1870 was het een, een, uh, ja, een, een voorloper, denk ik, in Europa. Wat betreft een vrijdenkersbeweging. Mm -hmm. Kenmerkend is, ook in de latere jaren. Misschien ook een idee om vast te houden. Het was eigenlijk een soort doorgangshuis. Dus de vrije gedachte, de vereniging. Mm -hmm. ja. uh, de leden kwamen uit uh, socialistische, anarchistische, antimilitaristische vrouwenemancipatie rond 1900 ook, eh, antivivisectie, et cetera. Dus het was een soort doorgangshuis van mensen die eh, op andere terreinen actief waren, een tijdje lid van de vrijdenkersbeweging, van de vrije gedachte, en ook weer doorgingen. Het was dus ook een kleine club, mm -hmm. maar die samenstelling die veranderde voortdurend. Waar... En dat is natuurlijk interessant. Dat is heel interessant. Waarom... Maar waarom gingen ze weer door? Weet Omdat je dat? er andere belangrijke activiteiten waren, ja. socialisme... Of uh, antimilitarisme. Want we hebben natuurlijk rond 1900 begint de bewapenindustrie. De, de, de problemen die dan ontstaan rond 1914. Um, dus die vrijdenkers waren vooral gericht op. Uh, ja, ik zeg altijd maar. Uh, vrij en, en antidogmatisch denken. Ja. En dan is belangrijk op het gebied van uh, godsdienst, dus godsdienstkritiek, mm -hmm. en maatschappijkritiek. Ja. Die twee dingen die zijn heel belangrijk, denk ik in mijn perceptie, wat de kern is van vrijdenken. Ja, want... En dat zag je toen. Ja. Tegenwoordig, als je die, die het uitstapje mag maken... Zeker. dan zie je ook in hetzelfde boek... een artikel van uh, ons zeer gewaardeerde uh, collega Paul Klieteur. Mm -hmm. mm -hmm. um, die ziet vrijdenken als godsdienstkritiek... vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. nou, hij is een liberaal, zoals Floris. Dus maatschappijkritiek is in uh, die visie minder. En in de jaren... 1900 tot, tot de Tweede Wereldoorlog... is vooral bij de vrijdenkers godsdienstkritiek. Dat is altijd standaard. En maatschappijkritiek. Het een en het ander. Ja. En waarover... Want, want dit is dan het thema waarop vrijdenken zich, uh, zich kan richten. Maar wat, wat is dat vrijdenken precies? Wat maakt het vrijdenken vrijdenkend? Ondogmatisch is? denken. Ondogmatisch denken ja. op alle gebieden des levens. Kijk. Kijk. Uh... Binnen de lijntjes van de reden. Uiteraard. Dat zeg je goed. Dat binnen... Ja, ondogmatisch, ja, de de godsdiensten zijn natuurlijk dogmatisch. Dus in die zin uh, hoef je dat niet <laughs> te vertellen. Maar je hebt gelijk, het is uh, de reden, vandaar ook die globen en, en die andere attributen uh, bij de eerste vergadering. Trouwens een idee bij een vrijdenkersvergadering binnenkort weer eens, om die attributen gewoon eens neer te zetten. En wat ze ook deden, dat is ook een leuk uh, petit, iets zwaar, dan had je uh, een, een mooi gebed van Milton Tulli. Ja. Ik citeer het vaak, God nog gebod. En dan uh, heeft hij een heel verhaal, een soort gedicht, waarin hij eigenlijk, hij wil graag geloven, wil natuurlijk. wil graag geloven. Hij was trouwens ook een dominees oh ja. Opgeleid als een dominee ook. Hij wilde graag geloven, maar aan het eind zegt hij, oh God, er is geen God. Ja. Kijk, dat is wel een, een drama, kan je zeggen. Zeker. Um, maar wel de essentie van het vrijdenken. En Multituli. Nou, die tekst die werd ook, ook op die uh, bijeenkomsten neergelegd. Die werd ook uh, gereproduceerd en, en uh, nou, zo meer. Dus ja. rond 1900, en toen was hij al overleden natuurlijk. Maar dan krijg je een gegeven moment Nieuwhuis. Dat is een ander figuur, ja. uh, anarchist. Uh, ook opgeleid als dominee. Langzamerhand door alle uh, problemen in zijn gezin. Hij heeft vier vrouwen verloren. Drie vrouwen verloren met de naam Johanna, opmerkelijk, uh, drie keer getrouwd geweest. En die overleden steeds. En op basis daarvan kon hij niet meer geloven. Maar Jezus Christus was voor hem wel een heel belangrijk figuur, inspiratiefiguur. Mm -hmm. Zie je trouwens vaker bij, bij vrijdenkers dat uh, Jezus Christus, toch iemand die uh, in wezen het goede in zich zou dragen, uh, van belang is uh, uh, geweest. En Domela, die... die uh, ja, die ontwikkelt zich van een, een, een dominee en op een gegeven moment uh, gaat hij niet meer allerlei uh, godsdienstige uh, rituelen doen. Allerlei bijeenkomsten die worden allemaal wat seculier, kan je zeggen. Mm -hmm. Mm -hmm. En uiteindelijk is hij anarchist. Ja, sociaaldemocraat is hij tussentijd ook nog geweest, heeft ook nog in de Tweede Kamer gezeten. Maar uiteindelijk is hij anarchist uh, geworden. En dat is een ander element rond 1900, 1910 dat het, uh, de vrijdenkers in het vaarwater komen van anarchisten. Mm -hmm. Constance was er een van, maar niet de enige natuurlijk. Die komen misschien later nog aan, aan de orde. En dan ontwikkelt uh, de vrijgedachte zich tot een uh, beweging. Ik, ik noemde al het uh, doorgangshuis. Maar in de jaren 20, 30 houden ze zich bezig met uh, antimilitarisme. Kun ja. ja. je even het verschil zeggen... wat het verschil tussen vrijdenken en anarchisme nee. is? Nee, kijk, <laughs> uh, natuurlijk hou ik me daarmee bezig als biograaf van uh, Antoine Constance. En eigenlijk, uh, nou ja, je kan wel iets zeggen erover. Doe maar. Ik denk dat het vrijdenken voorop staat. En vanuit het vrijdenken kom je, zeker in de visie van, van Constance, die dat was een sociale anarchist, kom je wel op het anarchisme uit. Hè? Je kan ook op liberalisme uitkomen. Maar goed, er zitten een aantal stappen tussen. En. Ik denk dat er. Uh, ik denk na nu hè, dat uh, de meeste anarchisten toch ook vrijdenkers zijn. Maar niet alle vrijdenkers zijn anarchisten. Nou. Uh -huh. Snap je? Ja. Maar de verhouding daartussen is afhankelijk van. Maar, ja, een... maar meneer, ik bedoel, meer, kun je heel even. In twee zinnen schetsen wat anarchisme is, gewoon voor, voor de mens. Anarchisme is een uh, beweging uit de jaren 1800, 1750, waarin mensen denken dat je zonder uh, een staat, een staatsbemoeienis kan leven door het opbouwen van kleine gemeenschappen, steeds grotere gemeenschappen. met vertegenwoordiging, hoewel dat ook een heel gevaarlijk woord is binnen anarchisme. <laughs> Want ja, hallo, hallo wie, wie vertegenwoordigt mij? Nou hebben we een heel uh, sterk uh, individueel karakter. Maar dat anarchisme kan je ook niet alleen zeg maar, uitvoeren zonder daar in de samenleving een rol in te vinden. Dus anarchisme is uh, uh, vooral gericht op het uh, ondermijnen van staatsbemoeienis. Tegelijkertijd, de vrijdenkende anarchisten denken gelijk hallo. Die godsdienst, die is wel essentieel bij die staat. Ik mm -hmm. kan ook zeggen dat het een seculiere vorm van godsdienst is. Die staat, mm -hmm. zoals het is opgevat. Um, en het vrijdenken, ja, ik zei altijd, het is ondogmatisch denken op alle terreinen, vooral op, op godsdienst en op maatschappij. Ja. En de reden is daar heel belangrijk bij. En, en, uh, ik zie daar niet een verschil tussen uh, 1850 en 2024 qua uh, theorie, mm -hmm. maar deze wel een verschil hoe je in de samenleving staat en die is natuurlijk anders in 1856 ja. en 2024. Ik wil nog even terug naar uh, de, de fase van 1855-1856 um, en dan misschien de eerste 20-30 jaar daarna. Um, Multatuli, um, uh, Eduard Douwes Dekker um, wordt vaak in, verbrand, in verband gebracht met toen nog de dageraad de vrije gedachte. Um, maar wat is de relatie van Multatuli en DVG? Ik denk dat de, de vrijdenkers uh, in in Miltatuli een, een uh, ja een voorganger zagen. Mm -hmm. Het is niet zo dat Miltatuli de dagraad opzocht, denk ja. ik. Ja. Um, Hij heeft wel in het blad geschreven, begrijp je? Ja, ik, zeker. Ja, maar het was denk ik ook uh, ja kijken ook wel een opportunist natuurlijk. Hè? Ook wel uh, maar ja, ook wel wie wie is dat niet? Um, dus hij heeft op een gegeven moment uh, daar een rol in kunnen vinden. Mm -hmm. Maar um, de vrijdenkers hebben hem, denk ik, omarmd. Die zagen in hem een persoon die op een hele uh, goede, geactualiseerde manier het vrijdenken verwoordde. En ja. dat was in zijn tijd dat hij uh, ja heb hebben rond 1870 ik weet precies ik ben geen Multiliaan, althans niet qua kennis daarover uh, dat hij uh, vrij uh, dat, natuurlijk was ook al uh, zijn beroemde boek uh, Flores uh, was al verschenen ja Max ja. Havelaar. Max Havelaar. Um, dus dat heeft hem ook, ook natuurlijk heel belangrijk gemaakt maar ik denk dat de vrijdenkers hem hebben opgenomen ja mm -hmm. en hij is heel belangrijk geweest voor het populariseren van de Dageraad. Ja. Zijn dat te vrij gedacht maar het is natuurlijk ja. de dageraad. Wat deed hij voor de dageraad? Zijn, zijn portret werd getoond, zijn teksten werden vertoond. Hij sprak mm -hmm. ook op verschillende plekken. Mm -hmm. Het was niet zo dat hij daar. En hij is ook eerlid geweest, eerlid van de dageraad. Okay. En de mensen van de dageraad hebben op een gegeven moment een fonds opgericht om hem uh, ja, te, te kunnen ondersteunen. Daar zijn ze trouwens wel goed in, de Dagrianen... want ze hebben de voor Domina Nieuwenhuis ook gedaan. Okay. Die was uh, vrij uh, ja, welstandig vanuit zijn achtergrond... Mm -hmm. maar stierf eigenlijk heel erg arm... doordat hij allemaal aan de beweging had geschonken. En toen is het Domina Nieuwenhuis Fonds opgericht... Mm -hmm. met geld van mensen om hem, in ieder geval hem... en toen overleed hij, uh, zijn familie te kunnen ondersteunen. En het mooie is dat het Domina Nieuwenhuis Fonds nog steeds bestaat. Oh, dat ja. bestaat, uh, dat is wel interessant omdat je namelijk in Heerenveen heb je het Dom en Nieuwhuis uh, Museum collectie. Ja, en het is echt een uh, ja voor historici een prachtige collectie met een beeldenis van uh, uh, Dom en Nieuwhuis aan zijn bureau zittend. Acht prachtige uh, collectie erachter. En ze houden een jaarlijkse Dom en Nieuwhuislezing en een echt interessante club die nog steeds een gedachtehoek van Dom Nieuwhuis. Mm -hmm. Het vrije socialisme, zo werd het genoemd, hè. anarchisme kan je ook zeggen, vrij socialisme. Ja, dat ja. werd in de tijd wel uh, uh, gelijke tijd gebruikt. En dat is nog steeds een club die uh, ja, appelleert aan de gedachten van uh, en Nieuwhuis. Interessant. Um, nu hebben we al een aantal uh, bekende figuren uit de historie hebben we behandeld. Hè. We hebben het over Nieuwhuis gehad, Moltatoulie is langskomen. Je benoemde heel kort Anton Constance, daar gaan we het in een latere podcast uh, nog even over hebben. Uh, maar er zijn meer bekende namen geweest die door de jaren heen of lid zijn geweest van de, de Dageraad of de Vrije Gedachte, of die op zijn minst in zo'n soort van doorloopfunctie uh, er tegenaan hebben geschuurd. Uh -huh. kun, kun je nog een aantal voorbeelden noemen? Ik denk dat het belangrijk is geweest uh, Jan Hoving uh -huh. rond de jaren 30. Dat was ja. een. Uh, ik weet niet zo heel veel van Jan Hoving, maar uh, dat was vooral een man die het positieve atheïsme verkondigde. Mm -hmm. Wat bedoelde hij daarmee? Hij bedoelde daarmee dat je natuurlijk atheïsme, uh, ontkenning van het bestaan van God, et cetera, maar daar ben je niet mee. Ik bedoel, dat is leuk, dat is aardig, mm -hmm. <laughs> dat is ook juist. Maar wat doe je daarmee? Ja. En wat je ermee deed, was in zijn visie uh, maatschappelijk actief zijn. Het was niet alleen in maatschappelijk opzicht, maar ook op het gebied van vrouwenemancipatie, antimilitarisme. Uh, antivivisectie, et cetera. Dus het, oh, ja. het positief atheïsme, dat is ook vaak mensen die, die zeggen... God, ben je lid van die vrijdenkers? Zijn het allemaal zo negatief? Ik zeg, je kan er ook een positieve draai aan geven. Ik mm -hmm. hoef daar niet een, een bijvoeglijk naamwoord voor te geven. Hij noemde dat positief atheïsme. Ja. Uh, dat was een heel belangrijke rol. En hij heeft ook die vereniging bij elkaar gehouden... wat ook niet onaardig is natuurlijk. Ja. Dat is nog wel eens lastig. Dat is ook wel fijn. Dat is ook dus dat heeft hij gedaan. Uh, een ander belangrijke figuur uh, dat is uh, Leo Polak. Wat uh -huh. onbekend, Leo Pollock, rechtsfilosoof in Groningen. Um, die heeft in de jaren dertig, toen de Dageraad uh, zeg maar koninklijke goedkeuring wilde krijgen. en dat was belangrijk in die tijd, niet dat ze dat zo belangrijk vonden. Ja. maar anders kon je geen zaaltjes huren en allerlei ja. andere dingen doen. Ja. Maar ze hadden een ontwerpverklaring uh, opgesteld met het begrip atheïsme erin. Oh, ja. Ja, dat vond toen zo'n zo christelijke minister van Binnenlandse Zaken of, of Justitie, weet ik veel. Mm -hmm. Niet zo leuk. Dus toen hebben ze dat heen en weer geschoven. Heen en, weer. en Leo Polak, rechtsfilosoof in uh, Groningen. Die heeft er toen een mooi draai aan gegeven. Uh, waardoor het acceptabel was. Maar ja. de kern was wel uh, natuurlijk atheïsme, zat erin. De man is helaas. Uh, dat vind ik dan wel goed om even te melden, historisch gezien. Hij is omgekomen in een concentratiekamp. Hij is mm -hmm. niet uh, vergast of vermoord, maar hij is gewoon door uitputting en nou, wat er allemaal zo gebeurde. Ja. Maar hij was in 1940, toen de Duitsers kwamen, uh, had hij, uh, hij, was een, hij was een Jood, belangrijk te weten, Jood. Mm -hmm. um, hij werd uh, ontheven van zijn functie. Dat vond hij uh, persoonlijk, maar ook maatschappelijke uh, redenen niet oké. Okay. Mm -hmm. Dus hij heeft een bezwaarschrift opgesteld, die kwam bij de rector kaptein. Onthoud die naam, kapitein. Kapitein heeft gezorgd dat de Gestapo die brieven kreeg. Dat vonden ze niet fijn natuurlijk, met mm -hmm. forse kritiek op de Duitsers, et cetera. Dus hij is opgepakt. Mm -hmm. En hij is opgepakt, uh, weggevoerd naar, uh, naar het concentratiekamp, daar omgekomen. En zijn uh, collectie kan je nog steeds hier in Amsterdam uh, bewonderen. Zijn dagboeken die zijn heel belangrijk, denk ik, ook voor uh, vrijdenken, uh, atheïsme. Die zijn inmiddels uh, getranscribeerd, gedigitaliseerd. Mm -hmm. En meneer Kaptein, die is momenteel onder heel veel weer van uh, historisch onderzoek. Want sommigen zeiden: ja, die Polak was toch ook wel naïef. Dan moet je die brieven niet sturen. Mm -hmm. Maar die kaptein heeft die brief doorgestuurd. Ja, precies. Hoe, hoe smerig de, kan dat zijn? Ja, en als je dan kijkt, uh, een stukje uit de historische praktijk. Ja, ik, ik heb geen belangen, dus het maakt mij niet zo heel veel uit. Dat uh, de historicus van Groningen. Uh, zoek maar op wie het was. Die heeft dan een boek geschreven over de geschiedenis van uh, de Universiteit Groningen. Die periode komt voor. Ja, en die fietst er een beetje overheen. En dat ja. vind ik nou slap. Hè? Ik bedoel. Ja. Moet je moet namen noemen de... dan, ja. hè? Ja, dat, ja, dat vind ik wel. Uh, Oké. Okay. Exact. Ja. Maar die Polak, die. Uh, ja, die heeft een belangrijke rol gespeeld, maar die had ook uh, de redenvoeringen hield hij voor de uh, Vrijdenkers hè. Die was ook in die tijd actief, mm -hmm. ook met moeilijk allemaal en verboden. Dan nou, hadden ze een toespraak, werden weer uh, oud werden weer de stekker uitgetrokken. Ja. Ja. Eenheid boven geloofs, vrij, boven geloofs <coughs> eenheid, nee, vrijheid. Dat uh, was een van zijn redenen. Um, die VRO die werd op een gegeven moment gewoon uit de lucht geplukt. Maar in ieder geval heeft hij een aantal belangrijke redenen gehouden. Okay. die ook weer gepubliceerd zijn. En over Polak, wat misschien goed is om te benoemen. is dat. Uh, Polak was volgens mij ook een van. Nou, ik weet niet of ik hem de grondlegger mag noemen. maar in ieder geval. hij was uh, wel heel actief ook bezig met het hebben van een uh, autonome moraal. Ja. Dat is denk ik ook een van de punten in zijn werk. Klopt. waar hij heel hard Klopt. voor knokte. Ja, ja uh, geen heteronome moraal, maar een autonome moraal. Uh, ja. Heel belangrijk dat die op basis van uh, nou, wat wij zouden zeggen: ja, uh, uh, rationaliteit, reden, uh, zonder uh, um, geloofseenheden. Uh, komen tot, mengen... een ja. tot, tot, een, tot een ethiek. Ik ja. um, vind het altijd wel moeilijk hoor. Uh, ik geloof er ook wel in, maar ik geloof dat een, een moraal-ethiek heel erg uh, tijdsgebonden is. Heel erg. Dat is dat geen universalisme in. Ik zie Floris wat bedenkelijk kijken. Ik moet even kijken of ik hem moet tegenhouden nu. Of hij over de tafel gaat springen of niet. Of nou, niet. Ja. Nog niet. Maar goed. Oké. Okay. Um, autonome moraal. Autonomie Klopt. Moraal. Ja. Nou, eventjes ook, uh, je gevraagd om een beetje door te fietsen door die geschiedenis heen na ja, nee, de, 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 de Tweede Wereldoorlog. Ja, sorry, sorry voor, de, sorry dat ik je ontbreekt, maar uh, een, een bekende persoon. Hè? en eentje die waar ik je ook nog naar wilde vragen wat wat de relatie met de Vrijgedachten was is Alette Jacobs. Ja, Alette Jacobs. Uh... Eerste vrouwelijke arts in Nederland. Ja, nee, Zullen... dat, dat, dat weet ik Ja, maar ik een... zeg het even niet voor jou. Ik ben jou niet erover. <laughs> maar ik nou, nou, het vind ik goed. Ben ik ben goed. ga even zitten. Ja, 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 ja. Nee, ze was natuurlijk een uh, voorloper van vrouwen, emancipatie, feminisme in de jaren dertig. Uh, uh, haar relatie, dan moet ik zeggen dat... Uh, ik ook niet alles meer paraat. Dat boek is verschenen in 2006 zes? Uh, zes natuurlijk, ja. Mm -hmm. uh, er staat uiteraard een artikel in van Oela uh, Jans. En die zal ongetwijfeld... Uh, er zit ook een register in trouwens. in Feministen en feministen in de vrijdenkersbeweging. Ja, ja. nou die hebben best een belangrijke rol gespeeld. Meer dan in vergelijkbare maatschappelijke organisaties. Dus in die zin is de... de ja, de, de vrijdenkingsbeweging in die tijd had nogal wat, wat, uh, wat vrouwen uh, zeg maar actief lid. En ook uh, ja, die, die ook een belangrijke rol in, in de organisatie speelden. In tegenstelling tot tegenwoordig. Toch? Ja. Dit is eigenlijk tot aan de Tweede Wereldoorlog. Uh, wat is er met de vrijgedachte tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd? Ondergedoken. Ze hebben Het archief hebben ze voor een deel vernietigd. De lederlijsten uh, en, en uh, allerlei andere dingen waar je mensen uit kon uh, destilleren. Misschien een hele domme vraag, maar ik wil hem stellen voor, vooral voor ja. wie er luistert. Waarom? Nou, omdat ze bang waren voor vervolging. Ja, waar, waar, waar vrezen ze voor? Nou, vrijden de angst? vrijdenkers waren uh, natuurlijk niet de vrienden van uh, NSB en, en uh, ja. de Duitsers. Uh. Ja. Je moet wel bedenken dat in, in, uh, in Nederland en ook andere Europese landen. Dus in 1933, wanneer komt Hitler op, mm -hmm. dat er al in de pers uh, Force werd uh, geagendeerd tegen de NSB en de Duitsers. Hè? Ja. Constant is daar een voorbeeld van. Die is ook opgepakt. Mm -hmm. Die is als, als een uh, soort soort ja, gijzel, Hij is gewoon gegijzeld. Omdat ja. er in, uh, maar goed, dat komt misschien later nog in de orde. Maar hij is gegijzeld omdat in Nederlands-Indië, uh, toen de Duitsers de in Nederland invielen, werden dus Duitsers in Nederlands Indië opgepakt. Ja. Ja. En toen hebben ze maar in Nederland... Een ...100, 120 uh, vooraanstaande mensen. Uh, Drees bijvoorbeeld. En uh, nou ja, een andere namen ontschieten mij nu even. Belangrijke mensen en Anto Constance. Mm -hmm. Die werd als link, linker figuur naar voren gehaald. Hij werd gewoon opgepakt in uh, oktober 40. Uh, had dat niet verwacht. Uh, kon wat meenemen. En huppentee, uh, gingen ze via uh, Westerbork naar Boegenwald. Ja. En dus tot 1944 is hij dan weliswaar uit Boegenweld... richting, uh, uh, wat was het ook alweer, in, in Den Bosch... had je ook van die, uh, die kampen, is hij uh, geïnterneerd, geïnterneerd geweest. Ja. Niet zwaar, maar ja vier maar, jaar wegwezen is, en, toch, uh, en is uh, ja. toch heel zwaar. Ja. Ja. En dat dus, is wel een, uh, dat is een belangrijk keerpunt geweest in zijn leven ook. Dus de die zit dus ondergedoken. Archieven worden deels... Worden, worden, uh, verstopt, ja. ...worden verstopt, worden vernietigd. Ja. En, uh, maar het mooie is dat in 1945, ik denk al in, in uh, september, oktober... ...heb je al de eerste vergadering van uh, de dageraad. Want zo heet het nog steeds, uh -huh. de dageraad. En belangrijke figuren waren toen, naast Anto Constance, uh, iemand als Piet Spicht. Oh, ja. uh -huh. Piet Spicht, dat was een uh, self-made man uh, met vrijdenkersroute. Die uh, binnen de vrijdenksbeweging in 1945 uh, de rol neemt om het blad weer uh, naar voren te halen. Heeft uh, zaken georganiseerd en is in 1953 zo'n beetje overgestapt naar de humanisten. Ja, deels overgestapt. Maar in ieder geval was er wel een belangrijke man die in die tijd uh, het blad overeind hield. Samen met Constance, die heeft volgens mij tot 1954 of 1955 in het blad van de vrijdenkers geschreven... En andere namen, ja, die weet ik eigenlijk dit moment niet meer. Maar het is niet echt heel erg stevig, je kan zeggen. Maar dat is ook voor de anarchistische beweging. Na de Tweede Wereldoorlog zakt het een beetje in. Maar na de Tweede Wereldoorlog krijg je wel een concurrent voor de gedachte Wordt vlak door Jaap van Praag die richt in 1946 meen ik het Humanistische Verbond op. Ja. En voor mij was van Praag lid van de Vrijgedachte, gedachte, meen ik geloof ik, of niet. Maar wat is het verschil tussen het humanisme en de Vrijgedachte? gedachte? Waarom, waarom kan het opeens een vergelijkbaar? Hoe is die vergelijkbaar en hoe zeer verschillend? Zeer verschillend. Een uh, aantal overeenkomstige uitgangspunten. Uh, kijk, het Humanistische Verbond is ontstaan omdat de humanisten al werden ze nog niet genoemd, ze waren ook niet zo georganiseerd in 19. 35, 36, had je een beweging, um, de kritische jeugdbeweging, humanistische crisis, HJG, Humanistische Jongerenclub, waarvan Praag, Stuiveling, later Corrivee in de humanistische beweging, ja. actief waren, en die waren actief, um, ook tegen het militarisme. Dus, uh, eenheid uh, moest er gecreëerd worden, um, het liefst met uh, ge uh, geestelijke... Weerbaarheid, geestelijke weerbaarheid zonder wapens. Dat was een beetje de kern. Maar mm -hmm. ja, dat is natuurlijk in uh, mei uh, 40 uh, gebleken dat dat niet zo werkt. Mm -hmm. Dus die zijn uh, ondergedoken en die hebben zich in uh, 45 hebben ze zich, uh, weer opgericht. Ze hebben elkaar gevonden, want de humanisten die kregen de schuld van de Tweede Wereldoorlog. Dat was een beetje de reden. Ja, God, uh, geen God nog gebod, dan krijg je daarvan. En dan heb je de NSB, en dan heb je de Duitsers, et cetera. Dus die doorbraak, binnen, die hangt ermee samen... met de doorbraak in de PvdA... Mm -hmm. ja, die mislukte van die kant... Ja. omdat er nogal wat uh, mensen zeiden... ja, god, uh, jullie waren ook uh, zonder godsdienst... en dan krijg je daarvan. Dus mm -hmm. dat, dat is... Uh, hè? Ja. Nou, um, dus de humanisten hebben zich opgericht om een stem te krijgen in de samenleving, om een eigen plek te krijgen in de samenleving. Mm -hmm. um, en dat deden ze door niet al te falikant, al te fel tegen de godsdienst te zijn. Mm. Het ging er eigenlijk om, in de visie van Jaap van Praag, geestelijke weerbaarheid is voor hem dan de term. La, vroeger was het dan, of de jaar ervoor, uh, geweldloze weerbaarheid. Geestelijke weerbaarheid betekende eigenlijk dat in de samenleving pluriforme levenbeschouwingen van belang waren uh -huh. die een democratische achtergrond hadden. Hij was niet tegen de godsdienst, uh -huh. hij was tegen godsdienstig uh, uitwassen, tegen de invloed van de godsdienst op de politiek, ja. maar dat mensen godsdienstig waren en de kerken. Daar heeft hij uh, zich nooit tegen geweerd. Dat is ook een groot verschil met de vrijdenkers die in 1945 weer ontstaan. En die gingen ja. gelijk weer vol. Die gingen gelijk weer volle bak. Maar dat is misschien met... goed om dat direct even te vragen. Want je zei, geloof ik net, als ik je goed heb begrepen. in 1856. de dageraad was niet direct uitgesproken atheïstisch. Nee. Vanaf welk moment komt dat? Denk 1870 zo'n beetje. Ah, Oké. Okay. 1870, ja. Ja. ja, dank je. Ehm... Um, hoe was het in die tijd en dan heb ik het dus vooral denk over die beginfase 1870 misschien tot 1900. Ja. Uh, hoe was het in die tijd verleden om zich te uiten of om te zeggen van hey ik ben atheïstisch? kon dat 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 zou zal... ja kijk uh... Als je magistraat wilde worden, of, of dat, dat, dat kon je wel vergeten. Mm -hmm. Maar er waren veel leden die waren. Uh, het waren niet de arbeiders, hè? niet het uh, proletariaat. Mm -hmm. Er waren mm -hmm. wel mensen als, als uh, uh, zeg maar, uh, diamantslijpers. Uh, het was een bekende uh, socialistische uh, proletari nee, proletariaat, arbeidsbeweging. Mm -hmm. Dat waren ook boekbinders, dat waren ook. Uh, yeah. uh, nou, kleine beroepen, mm -hmm. maar middenstanders soms. Middenstanders. Ja. Maar ze waren dus niet, uh, niet rijk, ze waren ook niet tot de proletariaat. En, en, en ze waren wel en... vaak zelfstandig. Mm -hmm. en en de de academici ze... waren eigenlijk. Dat valt best tegen, de academici. Ja, ja. Dat valt vaker tegen. <laughs> maar het viel toen, als je terugkijkt, waren dat. Maar ja, de universiteiten, er waren ook hele andere universiteiten dan tegenwoordig, of misschien tot een jaar of tien geleden. <laughs> Ik weet het ook niet meer precies. Dus academici waren. Maar dan had je nog wel wat gemankeerde dominees. die, zeg maar, een gegeven moment. En je had uitgevers, hele belangrijke mensen ook die. over geld beschikten. middelen om boeken uit te geven. Zo werd Mildred ook uitgegeven, eigenlijk. er kwam geen uitgever die zei. tegen je mag via dat boek uitgeven. Nee, dat ging allemaal via. Uh, personen die daar ook uh, een belangrijk interesse in hadden. Ja, precies. Ja. Ja. We uit de tijd, Roos? Nee, 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 maar nee maar hartstikke nee. prima. Want, okay. Even een spectaculair uh, uh, aspect uit de geschiedenis van de Vrije Gedachte zijn de zogenaamde propagandatochten naar Limburg. Dat, Limburg was natuurlijk een, uh, het gouvernement Limburg-Katholiek. Uh, uh, daar waren weinig vrijdenkers, maar daar gingen ze wel eens heen met bussen. Ja. Uh, kan je daar iets over vertellen? Oh, de knokploegen van de vrije gedachten. Ja, dat, nee, die, uh, uh, <laughs> nee, 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 andersom. Kijk, dan werd er in een uh, vrijdenkersblad gezegd: we gaan uh, heel een, eenvoudig in Limburg bij de mijnen gaan we pamfletten uitdelen, hmm. He, want die mensen moeten ook bekend worden met het vrijdenken, met uh, de, de teksten en met de bewegingen. Maar goed. Die katholieken en vooral de, de, de klerers, die hadden snel de zicht op. En die organiseerden dan uh, ja, bussen, ze organiseerden knokploegen. Dus die vrijdenkers, vaak heren met hoge hoed, bedoel, je zag mij binnenkomen... Hoge hoed, netjes gekleed. Dat waren geen, geen, <laughs> geen, geen sloebers. Dat waren echt mensen. die... <laughs> Floris kijkt naar zichzelf. <laughs> nee, maar kijk, dat waren mensen die. Uh, die hadden, de, de, zeg maar, Wij zouden zeggen, het hand op de goede kant zitten. <laughs> ja. um, maar die werden er gewoon uitgemept. Die moesten op een gegeven moment in een soort. Was het nou een herberg of een politiebureau? Helemaal apart. Moesten ze zich uh, zeg maar, schuilhouden? Ze werden gewoon fysiek georganiseerd door de kapelaan. We mappen ze eruit. Ja. Tolerantie, ja, jaren 30, katholieken. Oké. Okay. Geweld in naam van God. Ja, maar goed, uh, ja. een heel ander werk. Ja, precies. Nou. Ja, en nog even, je, aan het begin heb je gezegd ik ga even terug, maar dat ook voor veel mensen is het onduidelijk: je hebt die vage mannenvereniging, geheimzinnige vrijmetselarij. En je hebt de open vrijdenksvereniging waar iedereen lid van kan worden. Maar kan je toch nog heel even duidelijk het verschil uitleggen tussen vrijmetselarij en vrijdenkerij? Nou, dat is een heel ingewikkelde vraag. Uh, nee, maar dat zeg ik niet zomaar. Uh, in mijn visie is de vrijmetselarij een. was en is. want er is niet heel veel in ontwikkeld, denk ik. Uh, a. niet uh, atheïstisch. Ze baseren zich wel op het boek, ja, het boek der boeken. Mm -hmm. Twee's uh, hebben met gezellen en, 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 en uh, leer, leerlingen hebben ze een, een hele duid duidelijk autoritaire structuur, mm -hmm. uh, um, maar ze zijn wel maatschappelijk betrokken. Mm -hmm. En dan niet... die mannenvereniging in eerste instantie, of het is gescheiden mm -hmm. Ja, vereniging. gescheiden. En, Dat en dan, je heb niet. Je, dan heb je het komt vanuit Engeland en die club die dus ja, het fijn waar de daar gaat het voorgekomen was, was het niet georganiseerde dan had je ook weer zo'n zo, zo, zo. mm -hmm. Vereniging, daar moet je dan lid van worden. Alleen Postnubela Lux was daar geen lid van. Dus het was eigenlijk een uh, ja, losgelopen clubje. Mm -hmm. Maar um, ja, die hebben dus die, die dageraad opgericht. Ik kan daar niet altijd de vinger achter krijgen. Maar A, denk ik altijd, ze zijn, ze, ze, ze zijn niet atheïstisch. Mm -hmm. Ze baseren zich wel op de reden. En belangrijk, in hun bijeenkomsten moet je het eigenlijk niet over politiek hebben. Nee, dat wou ik net gaan zeggen. Want als, ja. ik, ik ken ook iemand die, uh, die vrijmetselaar is. En die, die zegt ook altijd: van eigenlijk, zeg maar, zoals wij, wij vrijdenkers, wij oordelen ook. En ik kan ook iets over jou vinden. Jij mag iets over mij vinden. En dat is dikke prima. Maar dat is daar eigenlijk nat dan. Het gaat nee, meer nee. over dialoog. En dialoog. luisteren naar elkaar. Ja, ja. En ook. Maar niet uh, overtuigen. Want dat is niet. Nou, uh, je kan je verhaal houden wat ik begrijp. begrijp. Ja. En uh, daarmee stijg je ook in achting. Hè. Je moet ook stappen doorlopen. Het is niet zo dat je gelijk als. De leerling uh, alles mag doen. Dus je moet stappen doorlopen. Daar word je ook op uh, bevraagd, geloof ik. Mm -hmm. Maar dat zou een heel ander uh, item zijn. Uh, maar voor mij is ja. de kern, vrijmetselaars, dat klinkt vrij, maar uh, hou je te goede. Niet atheïstisch, een hele duidelijke structuur, niet politiek. En mm -hmm. de seksenscheiding blijft ook wel eens... Je ja, kan niet dat, zomaar dat, erbij dat, komen. Het is niet openbaar. De vrij ja. gedachte is openbaar, democratisch. En altijd gemengd, nooit... Uh... Nou, de laatste twee dingen moet ik even wat zeggen. Democratisch, natuurlijk, maar in iedere, iedere club heb je mensen die daar toch nog wel... dat uh, nou, is inherent aan de mensheid. Uh, de scepter zwaaien. We hebben nog de, de, de grote voorman in de jaren voor Anton van Hoofd, een, een, een voorzitter. Nou, dat was nog wel een mannetjesmaker. En, en vrouwen zijn de laatste dertig jaar ook niet meer manifest, behalve in de keuken. Ja, dat zeg ik zo. We kunnen nog wel een boekje open doen over de huidige voorzitter. Ja, nee, dat doe ik niet. Maar kijk, daar wil ik voorzichtig mee zijn, Want ik zeg wel eens, maar misschien is Dus ik geef het niet. Kijk, dat de Vrij Gedachte is een van de meest succesvolle verenigingen in Nederland. Als je kijkt naar wat er allemaal op de agenda heeft gestaan van Nederland, van van de Vrij Gedachte, dus het vrouwenstemrecht. Homo-emancipatie, recht voor het recht op lijkverbranding, recht op abortus, euthanasie. Uh, nou, een hele lijst. En alles heeft, daar kan je gewoon in de, in de tijdschrift van de Vrije Gedachte kijken. Daar heb, is voor gepleit. Daar zijn lezingen over geweest, er zijn pamfletten over gegaan. Dus in die zin zijn, is het een heel succesvolle vereniging die zo succesvol is dat mensen zeggen... nou, ja, waarom zou ik er nog lid van worden? Maar, maar is dit gechargeerd? Het is het. Uh, kip-ei-probleem, hè? Ik heb ei probleem. Ja, maar is het, nee. waar, dat het is er, is niet dat... waar? Het is niet oh, waar. Nee, Kijk, jammer. Dat vrijdenkers <laughs> en ook humanisten, kan je hetzelfde van zeggen. Want ja. die waren in 1945, in 1946. Uh, toen waren, 46. waren zij honderd jaar bezig. Nee, 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 nee. De, de humanistisch verbond in 1946 was klein. Was marginaal. Uh, werd verstoten. Uh, hadden geen, geen, uh, geen zendtijd. Ze zaten niet in, in de politiek. 2024. Heb je een uh, humanistisch verbond dat floreert, 18.000, 20.000 leden. Je hebt een humanistische omroep, je hebt een universiteit voor humanistiek, je hebt uh, ontwikkelingssamenwerking op uh, basis van humanisme, je hebt humanistisch vormingsonderwijs. Heel mooi. Mm -hmm. Maar dat komt omdat ze gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten van de, de gesekuliseerde verzorgingsstaat, wat aan anderen, katholieke protestanten, werd gegund. Daar hebben de humanisten ook op ingetekend en, en, en uh, zich omarmd. Onze universiteit, mijn universiteit, waar ik gewerkt heb... Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Exact. Is, ik ben er nog bij geweest. Uh, is ontstaan omdat in die tijd de uh, protestanten en katholieke universiteiten moesten krimpen vanwege kost, et cetera. En Deetman heeft toen gezegd, ja, die humanisten die zeuren al lange tijd voor hun eigen uh, universiteit... Zij minder, zij minder. En de humanisten krijgen ook een eigen universiteit. Ja. Waarom? Verzuiling. Dat was in een gegeven moment de, 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 nou, de grondtoon. Hè? Dus het secularisering. En dat geldt ook voor al die wapenfeiten van die uh, waar je net noemde. Daar waren mensen actief binnen. Nou, een voorbeeld te noemen de vrouwenbeweging. Die waren dan ook lid voor een deel van de vrijdenkers... Later ook wel lid van het Humanistische Verbond. Die heeft best wat belangrijke vrouwen gehad in, in de geschiedenis. En die pendelde heen en weer. Dus eigenlijk, in de kern, is een vrijdenkersbeweging. Een beweging mag je dat eigenlijk niet noemen. Een organisatie, ook een humanistische organisatie, is in wezen gedoemd om klein te zijn. Oké, okay, en dan is er één succes wat de Vrijgedacht in die 150 jaar heeft behaald. Dat je denkt van nou dat hebben ze wel bereikt en dat hebben we nu te danken. Nou eigenlijk die, al die dingen die je noemde, die zijn op zich niet onwaar. Nee. Daar hebben ook vrijdenkers een rol in gespeeld, maar het is niet zo dat ze één ding kunnen claimen. Nee, nee. nee. Uh, wat constante is, dat is de, de vrijheid. Dat is de vrijheid om godsdienstkritiek te uiten. Dat is wel een constante van 18. Uh, nou, de eerste vrijdenkers waren ook uh, kritisch op de godsdienst. Mm -hmm. En in 2024 heb je ook de nodige mensen als uh, Van den Berg, een kliteur, et cetera... die uh, kritiek hebben op de godsdienst. Tweede, uh, vrijheid van meningsuiting is ook altijd een belangrijk geweest. Leo Polak hebben we net genoemd. Uh, na de Tweede Wereldoorlog krijg je ook Constance Spicht. Uh, kliteur weer in de jaren uh, 2000 zoveel. Dus dat zijn wel twee uh, belangrijke uh, overeenkomsten uh, nou, door de tijd heen. Mm -hmm. Dus ik denk, je kan dat niet zomaar één op één zeggen. Dat er, nou ja. ja, nou ging je net al eventjes in op, uh, op de Tweede Wereldoorlog... Hè? Um, en dat, uh, dat de vrijdenkingsbeweging toen werd gezien als een gevaar. Uh, maar ik heb wel eens gelezen dat de vrije gedachte... ook door de Nederlandse overheid in, bepaalde uh, in een bepaalde tijd werd gezien als staatsgevaarlijk. Zeker. Kun, ja. kun je daar iets over toelichten? Nou, kijk in de jaren. Uh, Weet negen... niet of het 2023. Nee, 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 nee. 1920, <laughs> 1940. Uh, ik heb dat uit de BVD. Uh, toen de tijd heden dan niet zo. Ja. Maar uit de, uit de geheime dienst heb je gewoon een overzicht. waarin Constance gevolgd wordt. Mm -hmm. Er wordt gewoon naam en toenaam genoemd. De lijst van gevaarlijke figuren. Hij is een van de 2030, mm -hmm. Die komt als voor. Uh, en het met hem ook anderen. Mm -hmm. Die worden gewoon gevolgd. Er zit gewoon een mannetje in de zaal. Ja. Die, die maakt verslag. En soms zijn die verslagen heel interessant voor historici. Want die zijn zo vaak beter dan de krantenverslagen. <laughs> ja. Nee, dat is, er werd een zeker gevolg. dat zeker gevolgd. Dat gold niet alleen natuurlijk ook voor uh, vrijdenkers. Je had natuurlijk ook, ook het, uh, het verbod op uh, ambtenarenverbod... om lid te zijn van onder andere uh, socialistische bewegingen... maar ook van de ja. vrijdenkers. Maar, maar was deze, deze dreiging, werd die gezien... Want, want Constance was, um, en corrigeer me, jij bent de kenner... maar was een anarchist, meen ik, hè? Um, had het daarmee te maken of was het echt ook op de vereniging? De vereniging ook. Oh, ja. ja, kijk, want hun uitingen in de jaren 20, 40, die waren zeer kritisch op, op de maatschappij. Ja, maar ook op, op, op zeg maar, uh, verbod op, op uh, uitingen natuurlijk. Ja. Maar ook op, uh, in die tijd had je, uh, we noemden net al, de, de aanval van de katholieken op de vrijdenkers. Ja. Dus dat, dat speelde zeker al een rol. Ja. Maar na de Tweede Wereldoorlog, apart, laatstelijk ben ik daarop geattendeerd... Je weet in 1945 werd uh, 46 werd Constance, uh, buitenland hoofd buitenland van Algemeen Hansblad. Ja. Dat was geen kleintje papier, dat was nee. echt een belangrijke krant. hij ja. is van 45 tot minstens 65, 60, is hij gewoon gevolgd door de Veiligheidsdienst. Ja. Er zijn gewoon dossiers van. Maar dat ik heb die nog al niet al gezien, van, ja. maar zat je? Het ja, is dus heel interessant, maar die voorloper van de BVD, ik weet ook even niet wat de naam is, maar de voorloper van de BVD, die richt zich dan op een aantal van die vrijdenkers en die volgen ze en die zitten in de zaal... en die houden heel veel informatie dan bij. Ja. En is jou ook bekend dat er ook, ook ooit vrijheidsbenemende maatregelen zijn genomen? Zijn mensen aangehouden, verhoord, dat soort dingen wat nee, jij weet? Nee, maar je kan wel voorstellen, ze werden geen burgemeester. Nee. Ze werden <laughs> geen rechter. Nee. Uh, dus ja, dat had ook mee te maken dat de meeste uh, actieve vrijdenkers... die waren kleine zelfstandigen. Vergeet ja. niet dat iemand als Constance, maar ook als een haas die leefden van uh, de agitatie. Mm -hmm. Het houden van voordrachten, het schrijven van brochures, verkopen. Ja, ja daar kon je niet echt in belemmerd worden. Wat ja. wel belemmerde, zaalverhuur. Ja. Bijvoorbeeld, ja of nee, dan werd er weer een zaaltje in uh, Emmerkoepaskun uh, gesloten. Dan moesten ze ergens anders heen. Ja. Nee, er is, in de praktijk was er veel hindernis. Ja, dat wel. Dat wel, ja. ja. Hé, hey, dank je. En um, andere vraag. Nederland, superklein land. We hebben de oudste vrijdenkersvereniging in de wereld, voor zover mij bekend, 1856. Ik denk niet dat er nog eentje is die nu nog uh, actief is, die ouder is dan dat. Hoe verklaar je dat dat Nederland als zo'n klein land zo belangrijk is op dit Christendom. Gebied? Door het christendom, door de actieve uh, katholieken en, en uh, protestanten in Nederland. En de invloed van het materialisme. Uh, ja. Spinoza bedoel je? Ja. Spinoza was heel belangrijk. Die werd in, eigenlijk in Nederland weer ontdekt. Uh, rond rond 1860, uh, 70 zo een beetje. Kwam uit Duitsland. Werd die, uh, uh, nou, ze hebben eigenlijk ontdekt in Duitsland. En <laughs> Nederland weer naar voren gebracht. Hij ja. is dus ook een hele bekende uh, filosoof. Ook daar ben ik de naam even van vergeten. Maar die heeft uh, in ieder geval Spinoza weer voor het gebracht. Mm -hmm. En nog steeds tot vandaag aan toe. Ja. Um, dus ik denk dat het te maken heeft met uh, ja, toch het eigenzinnige karakter van. Het Nederlandse volk, mm -hmm. dat, dat, dat is denk ik toch nog wel ook een element. Ik zie Floor eens wat bedenkelijk kijken, maar, <laughs> um, maar. vergis niet, ook in Vlaanderen had je een actieve vrijdenksbeweging. Uh, in Duitsland ook niet zo groot. Engeland, ook heel belangrijk, had je een heel actieve vrijdenksbeweging. Um, dus het is niet per se alleen beperkt tot Nederland. Okay, ja. Even, je je het al eerder genoemd. Maar, kijk, een van de dingen die de vrijdenkers hadden was gelijkheid van alle mensen, dus ook van mannen en vrouwen. Dus het was inherent feministische organisatie. Jij gaf aan dat in het begin ook veel vrouwen waren, ook, ook zelfs in de bestuur. Zeg je. Nu ik, ik zit er nu 25 jaar bij of zo, um, maar dat is vooral nu een mannenclub geworden. Uh, hoe komt dat? Zeg maar. Wat zijn dan of ja, waarom is vrijdenken zo op dit moment in ieder geval zo weinig aantrekkelijk voor vrouwen en vroeger wel. Wat, hebben we nu, wat doen we nu anders? Wat hebben we, wat hebben we verkeerd gedaan? <laughs> ja, blijkbaar. Dus. Ja, dat of, kan ik niet helemaal. Ja, misschien dat in uh, kijk, in de periode 45, 50, 60, is die uh, vrijdenksbeweging is heel klein, is marginaal. Dan krijg je een gegeven moment de omslag van de dageraad naar de vrije gedachte. Ja. En pas met de, ja, de jongerenbeweging of, of de, crisis in, in de crisis in de maatschappij, in de jaren zeventig, dan krijg je weer dat ook de vrijdenkers uh, zich manifesteren. Omdat dat, dat appelleert aan jongeren, dat appelleerde aan mij als, als jongeling. Ja. He, ik ben van 53, dus in rond 70 uh, kocht ik de boeken van Constance. Niet alleen van hem, maar ook van anderen. Dus dan zie je ook dat er al uh, meer belangstelling is voor de, de vrijdenkers. Ja, ik denk toch dat het iets te maken heeft met de structuur. De structuur van. Uh, oude jongens, de dik krentenbrood, weet dat ook alweer. Maar die jongens krentenbrood, ja. Ja, dat. dat uh, Floris, moet je zeggen, ik weet het niet. Okay. Ik weet het niet. Nee. nee. Het is wel opvallend. Als er wat vrouwen zijn, top. Maar ze zijn ook vaak weer weg. En dat is. Uh, uh, het is een opdracht voor jullie, zou ik zeggen. Ja. Uh, ook een oproep, zou ik zeggen. De, de, de... Een oproep. Nou ja, kijk. Uh, voordat we gaan afsluiten, ik wil nog eventjes uh, noemen. Uh, de Vrije Gedachte, uh, altijd weer uh, zich, zichzelf uitvindend. Nu ook weer 2024, nieuw bestuur, uh, nieuwe modi. Uh, yeah. Nieuw podcast. Podcast, ja. uh, media, et cetera, et cetera. Uh, Denk aan de succesperiode, zeg 1920: uh, de Dageraad, doorgangshuis, verzamelpunt van verschillende bewegingen, die zich vinden in, in, uh, in een vrijdenken en gevoed weer ja. teruggaan. Het werd ook wel als een soort leerschool bedoeld. En dan kan je ook denken, nu, uh, probeer een coalitie te vormen. Mm -hmm. Niet met Humanisten, want dat is een eigen clubje, mm -hmm. moet je niet wegvegen, uh, maar kijk eens naar uh, Extinction Rebellion. Mm -hmm. Kijk eens naar, uh, ik had het blaadje net uh, buiten de orde. Yeah. Nee, dat is de vrije anarchistische beweging in, in Nederland. Mind you, oplagen van duizend, 2000 leden. Uh, zeer actief binnen voortgekomen uit de kraakbeweging, anarchistisch, libertair. Mm -hmm. um, en dat appelleert aan jongelui, dat appelleert aan dertigers. Nou, onze vereniging, ik ben één daarvan, dat zijn de oude knarden van zeventig. Bedoel, voor een deel. Maar denk eens aan je te verbinden met de thema's die bij Extension Rebellion zijn. Bij de, volks, de, de, de huisvestingbeweging, want het is een probleem in Nederland om voor jongeren een, een woning te vinden. Dus denk aan maatschappelijke onderwerpen waar je aan kan verbinden. Want het vrijdenken is godsdienstkritiek, maatschappijkritiek. Dus maatschappijkritiek, ja. Extended Rebellion, je weet waar dat voor staat. Um, ik ben natuurlijk nou een oude knar, die zit ergens in Drenthe en uh, ik lees boekjes. <laughs> maar ik zou zeggen, uh, verbind je met uh, libertaire beweging in de samenleving. Dankjewel en tot slot dan... Um, op welke onderwerpen zou de Vrije Gedachte zich in jouw optiek moeten richten in 2024, 2025? Dat zei ik. Met, met de natuur, met, met zeg maar uitputting van de aarde. Met, met uh, verschrikkelijk wat er gebeurt met de, de landbouw. Ik woon in Drenthe. Mm -hmm. Prachtige omgeving, mooi groen gras. Mm -hmm. Allemaal raaigras, dus allemaal bespoten. Mm -hmm. uh, bloembollen, oh, kijk eens wat de mooie bloembollen Allemaal bespoten. Ja. Snap je? dus... Kritische, uh, ja, helaas gaat de, de politiek er een beetje onder door, ze durven niet. Maar er moet een heel kritisch landbouwbeleid komen. Uh, naast uh, ja, een soort verduurzaming in, in de samenleving. Dat zijn twee belangrijke onderwerpen. Ja. En natuurlijk ook houdt de, de vrijheid van mening uh, overeind, want mm -hmm. daar zie ik ook wel de nodige. Ja, zal het mezelf zo zuur zijn? Ik denk mezelf ook wel eens, uh, moet je dat nou wel zeggen? Mm -hmm. Maar uh, niet alleen van uh, zeg maar kritiek op de islam, maar kijk ook eens naar die uh, Barnevelders. Mm -hmm. Weet waar we het over hebben. Maar hier mag je alles zeggen. Goed zo. Hier mag je alles zeggen. Uh, daarmee ga ik deze podcast afronden. Dan wil ik Floris jou uh, wederom danken voor je vragen en je toelichtingen. En uiteraard, Bert, super fijn dat we je eindelijk hebben. Hartstikke fijn. Uh, ik ben er ook altijd uh, aanwezig bij, uh, nou, ik denk bij bijna al onze evenementen. Zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. Dank je wel voor al je kennis. En uh, u als kijker en als luisteraar niet in de minste plaats ook. Hartelijk bedankt en tot de volgende podcast.